De fietsenstalling bij station Maassluis blijft open en uitbater Ahmed El Boustati mag hem blijven beheren. Dat laat wethouder Evers desgevraagd weten. De onderneming mag onder strenge voorwaarden worden voortgezet en er is bij de gemeente inmiddels weer vertrouwen in de uitbater. Het kort geding dat dinsdag zou dienen is dan ook niet doorgegaan. Opvallend, want eerder wilde de gemeente koste wat kost El Boustati uit het pand hebben. Daarom hebben wij gezegd, ja, met zo iemand willen wij gewoon niet dat hij als huurder optreedt in een pand van de gemeente. Wij willen gewoon geen gelegenheid bieden tot het plegen van handel in drugs. Er liepen zelfs al gesprekken met andere ondernemers om op die locatie de fietsenstalling uit te baten. Op 12 november werd de fietsenstalling heropend. Tijdens een controle in augustus werden diverse verdovende middelen in het pand aangetroffen. Daarop volgde direct de sluiting van de stalling. Het huurcontract werd opgezegd door de gemeente, maar dat is nu dus van de baan.